Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Johan van den Brink, freelance business intelligence consultant. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin ik wekelijks een ondernemer of een bestuurder uit deze regio voor de microfoon haal om te praten over de passie van het ondernemen en wat het allemaal leuk maakt. Maar daarnaast ook waarom en hoe. En daar komen ook wel eens hele spannende dingen voorbij. Vanavond heb ik een hele leuke gast, Johan van den Brink. Ik volg hem al heel lang op Twitter. En ben altijd verbaasd door de fantastische dingen die hij daar neerzet. Ik kan het iedereen aanraden. Maar wij gaan eens eventjes naar jouw verhaal luisteren, Johan. Goedenavond. Goedenavond, Jan. Kun jij jezelf eens even voorstellen, waar kom jij vandaan? Waar ben je opgegroeid en zo? Ik ben echt geboren en getogen Veenendaler. Eigenlijk mijn hele leven daar gewoond. Wel even een kort uitstapje gemaakt naar Ede toen ik ging trouwen. Omdat het in Ede goedkoper wonen was. Ja, dus, goede reden. Ja. En nog even een aantal jaar op de Veluwe gewoond, omdat mijn vrouw daar vandaan kwam. Maar uiteindelijk weer terug in Veenendaal. En gewoon een hele blije Veenendaler. Ik ben getrouwd, dus 3 kinderen. Hoe oud zijn ze nou? De oudste is 12. En dan nog een zoontje van 8 en een zoontje van bijna 6. En de oudste is een meisje. Ja, ja. En wat voor een opleiding heb je gedaan? Waar ben je naar school geweest en zo? Ik heb Ichters College VWO gedaan. Ja. En toen had ik dat wel moeilijk mee. Ik denk, ja, eigenlijk wil ik wel gewoon gaan werken. Dus ben ik gaan werken en dan kon je daarnaast een deeltijdopleiding accountancy doen. Dus zo ben ik eigenlijk de accountancy ingerold. Een aantal jaar ben ik accountskantoor gewerkt, maar uiteindelijk vond ik dat toch best wel saai werk. Dus toen ben ik verder gaan kijken, post-HBO management control gedaan. Dus dan krijg je een beetje bedrijfskundige kant erbij. Ja. Daar heb ik eigenlijk de kans gekregen om een scriptje te schrijven over de risico's van Excel. En zo kwam ik nogal bij. Ja, dat is. Ja, ja, dat zijn echt hele Excel-hel-websites over waar je alle vreselijke dingen kunt vinden die daar kunnen gebeuren. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk dus in de oplossing gerold, namelijk Business Intelligence vanaf 2009 zo'n beetje. En dat is eigenlijk gewoon ontstaan na al dat onderzoek van Excel. Ja. En dat gaat gewoon over het hoe dat mensen data kunnen misbruiken of onnadenkend willen toepassen en de verkeerde resultaten uithalen. Ja, ja, en ook als je bijvoorbeeld een Excel-rapport doorstuurt per mail, ja, dan heb je heel veel versies gecreëerd. Dat soort dingen geeft ook heel veel problemen. Ja, ja. En dus je hebt wel je VWO afgemaakt en toen heb je een aantal post-HBO opleidingen gedaan. Ja, eerst HBO accountancy dus, dan kun je eigenlijk AA mee worden. Waar heb dus je dat gedaan? In Arnhem. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. En dan wil dat toch zeggen dat je in de richting van zeg maar analyse zit en van cijfers. Ja. En processen ook. Dat de accountant controleert natuurlijk ook processen. Ja. En doordat je processen goed snapt, weet je ook waar de risico's zitten en wat je van processen wil weten. En nou ben jij daarnaast ook nog politiek actief? Ja, een beetje. Beetje? Ja, ik had wat dingen geroepen en natuurlijk vanuit het project. Ja. Dus daardoor ben ik betrokken geraakt bij de ChristenUnie inderdaad om mee te helpen met het verkiezingsprogramma. Oké. Ja. Nou, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk.